Een deel van het kabinet praat vandaag in het Catshuis over de coronasituatie. En dan kan ik me maar zo voorstellen dat ze direct met elkaar in gesprek gaan over dat voorzichtig goede nieuws van de Wereldgezondheidsorganisatie. De directeur van de Europese tak die zegt namelijk dat het einde van de pandemie toch echt in zicht is. Ik durf het bijna niet uit te spreken, want iedere keer hoor je dat soort verhalen. En dan denk je, ja, is het wel echt zo? Maar goed, deze man die heeft natuurlijk nogal een staat van dienst. Hij zegt, ja, de pandemie wordt in een nieuwe fase gebracht door die Omicron-variant. Dat zorgt ervoor dat natuurlijk in korte tijd heel veel mensen ziek worden, maar niet heel erg ziek. Of in ieder geval besmet worden, moet ik zeggen, maar niet heel erg ziek. En dat kan er dus voor zorgen dat de pandemie in Europa beëindigd wordt en dan overgaat in een beheersbare endemische ziekte. Ja, in de zomer maar is er sowieso wat minder last van corona. En als het dan aan het einde van het jaar terugkomt, dan zouden we daar dus beter mee om kunnen gaan en hoeven we het geen pandemie meer te noemen. En dus is een volgend onderwerp op de agenda zeker ook de versoepelingen. Het gaat uiteraard over horeca en over de cultuursector vandaag. Het OMT schreef dit weekend al in een advies aan het kabinet dat er zeker meer mogelijk moet zijn. Zo zouden restaurants, musea, filmhuizen en theaters weer open kunnen, maar in eerste instantie wel dan maar tot 8 uur 's avonds. Iets waar het dan direct al wel weer veel kritiek op kwam. Onder meer van cabaretier Jacques Brouw. We hebben van de kapsalon natuurlijk gedaan, de actie. En de gemiddelde theatervoorstelling begint om 8 uur. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk dat er iets mag. Ja, maar matinee kan dan straks. Ja, maar ja. Ga jij door de week naar een matinee? Mensen die werken thuis, werken ook thuis. Ja. Dus ik bedoel, het is niet zo dat je dan de zaal vult. Een anderhalve meter werkt ook niet echt. Mondkapjes zou kunnen bij een verstilde theatertoneelstuk. Dus Jaakje zegt hier al, het protest uit de cultuursector, dat houdt nog wel even aan. Jawel, want hier kan je nog niet heel veel mee. Het is nog steeds knippen en scheren. Ja, die kritiek die komt natuurlijk ook aan bij het kabinet. Daar gaan ze dus vandaag ook over spreken in het Catshuis. Mogelijk wordt er dus ook nog gekeken naar die eindtijd, of dat wel 8 uur moet zijn, of misschien een uitzondering voor de cultuursector. Morgen een persconferentie, dan horen we meer. Meneer de Jong, ja, 8 uur, dat is nu dus die eindtijd. Wat zou uw advies zijn voor het kabinet? Nou, mijn advies is, luister vooral naar de wetenschappers en de mensen die er heel veel verstand van hebben. Ik ben ook blij dat OMT continu advies geeft aan het kabinet. Maar het is natuurlijk een hele lastige situatie voor het kabinet om te beslissen. Laten we de regels meer vieren met kans dat meer mensen thuis komen te zitten? Of gaan we voor de oproep om steeds meer zaken open te gooien? En dat is heel lastig, want heel veel ondernemers en sectoren zitten al in een hele lange tijd vast. Kunnen niet ondernemen, kunnen niet doen wat ze graag willen. Ja, en dat is ongelooflijk zwaar.